En dan gaan we door naar Marianne. Ja? Ik begreep dat je al vroeg op pad was vanochtend. Ja, ja. Vanuit het verre Apeldoorn. Dat klopt, ja. 6 uur opgestaan, Je mag ietsje dichter op de microfoon. Oké. Okay. Ja. Ik 6 uur opgestaan en 7 uur vertrokken, samen met mijn zoon. Dus we zijn hier mooi op tijd. Ja, ja. Ik weet ongeveer hoe lang je over Apeldoorn Dordrecht doet, want mijn jongste zoon woont nog in Apeldoorn. Ik heb er 50 jaar gewoond. Een heerlijke plaats in het midden van Nederland. Ja, geweldig, geweldig. Bijna het oosten. Dat is een bijzondere reden dat je naar Dordrecht afgereisd bent. Dat heeft alles te maken met Jaap Slee. Ja, dat klopt. Dat is mijn broer. En hij is 6 jaar geleden overleden. En postuum heeft hij een mooie tentoonstelling gekregen in het Dordrecht Museum. In 2019 is die geopend. Mm-hmm. En nu zijn alle tekeningen, die zijn er nog steeds in het Stadsdepot in Dordrecht. En nu is het eigenlijk tijd om een verkooptentoonstelling te organiseren. Ja. En wel in Pactura. Er zijn wat werken verkocht aan het Stedelijk Museum en aan het Dordrechts Museum. En de rest, ik hoop dat er een heleboel mensen van kunnen gaan genieten. Ja, maar als ik dat zo hoor, dan was het dus wel echt een bekende, gevierde kunstenaar in zijn tijd. Zeker, zeker. Aankopen bij het museum, met exposities. Kun je iets vertellen, iets beschrijven over de sfeer en de stijl van zijn werk? Hij was dus helemaal geïntrigeerd door de schrijver Paul Léotot. Dat is een Franse schrijver. En het leven van Paul Léotot, hij heeft dus zijn boeken gelezen en toen heeft hij daar beeld bij gekregen. Mm-hmm. En die beelden heeft hij dus vastgelegd op papier. En hij is daar echt, dit is een levenswerk geworden eigenlijk. En hij was er eigenlijk echt mee bezig om daar veel tekeningen van aan te leveren aan het Dordrecht Museum voor een solo tentoonstelling. Maar ja, hij mocht dat helaas niet meer meemaken. Hij is na een kort ziekbed is hij overleden. En, maar gelukkig postuum dat we hem toch nog dat allemaal hebben kunnen organiseren. Ja, dat is toch wel heel erg bijzonder dat de kunstenaar het zelf inderdaad niet meer meemaakt. Hij kijkt van bovenaf mee. Ja, ongetwijfeld. Ja. Ja. Dus, inmiddels gaan jullie dan in Pictura, wat ik ook heel bijzonder vind. Want Pictura is lokaal de kunsttempel voor eigentijdse kunst van nog levende kunstenaars. Ja. Daar voldoet jouw broer niet helemaal aan. Nee. Helaas. Maar dat je dan in Pictura wel een verkoopexpositie, zo heet het geloof ik, ja, hè? Een verkoopexpositie, ja, ja. Verkoopexpositie, mag organiseren. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Vanaf volgende week donderdag zijn de kijkdagen. En de slotdag is op zondag 22 mei. Ja. Dus mensen mogen daar Ja, dus en hoe gaat dat dan in zijn werk? Er zijn kijkdagen, dus je gaat lekker Pictura binnen. Het werk van Jaap hangt daar. Ja. Je gaat stiekem voor jezelf op een kladblaadje schrijven van oh, dit nummer, dit werk zou ik heel graag willen hebben. En dan? Dan kan het verkocht worden eigenlijk. Er is ook een website, daar staan ook alle tekeningen op vermeld met de prijzen. Die komen eind van de week, worden die allemaal daar neergezet. Mm-hmm. En dan kunnen de mensen via internet ook. Oké, maar het is niet een slotdag met een veiling of. Nee. Het is gewoon het is echt een beetje. Wij hopen dat een heleboel mensen van de kunst kunnen gaan genieten. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Ja. Dat is het mooie werk van mijn broer. Dat heel veel mensen daar plezier van kunnen hebben. Ja, het werk ligt volgens mij nu in het depot. Ja, dat klopt. Dat gaan wij zo meteen eventjes bekijken. En dat gaat maandag op transport naar Pictura. En dan gaan de zaken uitgepakt worden, neergehangen worden. Ja, en na afloop, bedoel, wat overblijft, gaat dat terug naar het depot? Is het eigendom van de familie? Gaat het naar Apeldoorn? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoop dat ik alles verkocht. Ja, dat hoop je. Maar goed, ja, alles is mogelijk. Dus dan zien we dat wel. Ja. Maar komt er vast wel ook wel weer een oplossing. Daar zijn nog geen afspraken over op dit moment in ieder geval. Nee, ja. Nee. En met het museum en het beheer van het depot zullen daar weer nieuwe afspraken mee moeten worden gemaakt. Inmiddels dan ook met een nieuwe directeur, neem ik aan. Ja, want we hebben afscheid genomen van Peter Schoon. Ja, van Peter Schoon. Ja. Ja.
Ik begreep ook dat je daarbij aanwezig bent geweest. Ja, ik vond het echt een hele mooie middag. En ja, ik was heel erg blij om dat allemaal mee te maken. En al die loftuitingen te horen, zeg maar. Want het was toch wel een hele bijzondere mens eigenlijk. Ja, zal het nu zo zijn dat er ook een paar werken van Jaap Slee achterblijven in eigendom van het Dordtse Museum? Die zijn toegevoegd aan de collectie? Ja, 5. Ja. Met andere woorden, kunnen wij in Dordrecht op enig moment in de vaste collectie nog eens van Jaap Slee genieten? Zeker kan dat. Hij is wat dat betreft voor eeuwig, denk ik. Voor eeuwig. Ja. Maar toch wel voor een lange tijd te zien. Ik begreep overigens dat Jaap ook zelf een actieve rol heeft gespeeld binnen Pictura. Jazeker. Hij is daar jarenlang voorzitter geweest en heeft daar ook een atelier gehad. Mm-hmm. En hij liep daar heel vaak binnen. Ja, hij had er echt zijn hart liggen, zeg maar. Ja. Echt, het was zijn tweede huis. Echt een Picturiaan was het. Ja. Dus hij heeft gewoon ook echt vanuit dat gebouw, dat blijft ook altijd heel bijzonder. Het is het oudste tekengenootschap met 2 E's van Nederland. Ja. Dat blijft een bijzonder fenomeen. Ja. En het feit dat hij daar zo actief in is geweest, voorzitter is geweest. Ja. Maakt ook een beetje dat deze tentoonstelling nu mogelijk is. Ja, neem ik dan maar aan. Dat hoort dan ook daar, hè? Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Even voor de luisteraars en kijkers recapituleren. Volgende week donderdag... Is de eerste kijkdag. Start het, dan is de eerste kijkdag. En dan is het, 10, 11 mei is het dan, geloof ik. En dan hebben we een dag of 10 om rustig te kunnen kijken. Ja. Dat klopt. En daarna start de verkoop, gaan de werken ook echt daadwerkelijk de deur uit. Ja, precies. Onder de arm van trotse nieuwe eigenaars. Zo is het. Ja. Nou, heel bijzonder. Heel leuk om te horen. En heel goed dat Jaap Slee, dat daar op die manier nu weer even postuum aandacht voor is. Dat gebeurt ook wel vaker met kunstenaars in Dordrecht. Maar hartstikke mooi dat dit op deze manier wordt georganiseerd. Mag ik jullie heel veel succes wensen met dat wat er nu te gebeuren staat. En met al het werk. Want ja, het is altijd ongelooflijk veel werk voordat het ergens aan de wand hangt en iedereen gaat lopen kijken. Dat klopt. Daar ben je wel even mee bezig. Ja, dat klopt. Maar daar heb ik goede hulp bij. Ja. Dat scheelt. Nou, dankjewel. Heel veel succes daarmee. En, ik denk dat ik zelf ook maar even ga kijken. Oh, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Ja.